De meest interessante hoogrisico ETF's van dit moment op basis van technische analyse en momentum is de VanEck Digital Transformation ETF. Deze ETF is sterk gelieerd aan de Bitcoin en crypto movement. Dus als de crypto een slechte dag heeft of weer een slechte periode, zal ongetwijfeld deze ETF ook sterk geraakt worden. Maar één ding wat ik wel interessant vind is dat deze ETF volgt wel daadwerkelijk bedrijven. Bedrijven die een deel van hun inkomsten of zelfs helemaal hun inkomsten halen uit Bitcoin en dergelijke. Maar sommige ook niet. Dus je krijgt net iets meer spreiding dan als je een source code koopt van een Bitcoin. En ik heb daar helemaal niks tegen crypto. Ik vind het zelfs hartstikke leuk. Ik heb zelf Ethereum en dergelijke gekocht in 2017. Ik ben er niet slechter van geworden. Ik heb die hele snelle stijging meegemaakt, maar ook een enorme keiharde daling in 2018. Altijd vastgehouden. Ik heb 2021 verkocht op een heel hoog niveau. Maar voor mij is het meer, ik blijf ervan weg. Niet zozeer vanwege de hoge volatiliteit, maar wel vanwege mijn specialisatie in aandelen. Dus ik heb zeker affiniteit met de crypto en dan eigenlijk vooral de blockchain technologie. Maar zelf investeer ik gewoon niet in. Ik kies gewoon choose your battles. Ik blijf bij aandelen. Daar word ik ook steeds beter in. En crypto is weer een vak apart. Vooral als je het mij vraagt op basis van technische analyse. Ga niet op fundamentals kopen. Dat is een kansloze situatie. Want Bitcoin is 0 euro waard volgens sommige beleggers. En volgens andere beleggers is het de energieprijs waard. Wat je ook bedenkt. Ik heb zelf ook wel een mening erover, maar die is niet zo relevant. We gaan het nu hebben over VanEck Digital Transformation ETF. Die is super interessant op basis van technische analyse. Je ziet ook hier dat de SMA 200 nou begint te stijgen. En het lijkt op een kleine stijging, maar vergis je niet. Want in de dip van 2022, dus eigenlijk zeg maar begin 2023, tot en met vandaag de dag, vandaag is die met 230% gestegen. Hey, dus dat is meer dan keer 3 je geld. Hè? Dus als, 200% betekent eigenlijk je geld keer 3. En 100% is keer 2. Nou, als je kijkt naar, en ik weet niet waarom, maar toen stond de markt kennelijk hoog voor de Bitcoin. Nou ja, 2021. Vanaf de all-time high is die toen met meer dan 94% gedaald. Ziek. Of is het 92%? Ah, meer dan 90%. Hartstikke veel. En vandaag de dag is die nog steeds op min 70%. Dus ondanks een hele sterke stijging op korte termijn, kan het wel zo zijn dat deze ETF nog veel sneller stijgt. Hier moeten we even rekening houden met een stukje swing trading. Je ziet, hij is hier flink gestegen en dan daalt hij eigenlijk in een hele korte periode van een half jaar. Daalt hij dus weer eens met min 40% of eigenlijk min 50% bijna. Dus het lijkt niet zoveel op deze grafiek, maar als je dus de feiten bekijkt, is het een super hoge volatiliteit op korte termijn. En vervolgens, na zo'n dip, want je ziet hier duidelijk dat hij op de SMA 200 blijft steunen. En je ziet dan ook onderaan dat de MACD ook net boven de zero-lijn blijft. En dan zie je eigenlijk dat dan de volgende stijging levert je gewoon dus 115% op, 120% op een hele korte termijn. Dus voor swing traders en puur op basis van technische analyse, ja, is dit gewoon een heel interessante ETF. En ik zeg niet dat je het moet kopen, maar mensen die weten wat ze aan het doen zijn op basis van technische analyse, kunnen hier dus van profiteren. Nou, verder zien we, even kijken hier, de MACD is inmiddels positief geworden en laat weer een sterk momentum zien. Het zou mooi zijn als de prijs op korte termijn toch weer naar die SMA 200 daalt. Dat betekent toch weer een daling van zo'n 30%. En als hij dan weer op die SMA 200 blijft steunen, dan vindt hij weer steun. Ja, dan zou het erg mooi zijn dat hij weer gaat stijgen. We zien een hele kleine divergence op basis van de RSI. Dat zien we hieronder, dat deze piek, hier zie je een duidelijke lagere piek in RSI, dus minder kopers die zich aanbieden. Terwijl de koers, ja, die is bijna identiek aan die high. Dus ik zal het je tekenen als de RSI hier daalt, een negatieve trend inneemt, maar de koers hier blijft een beetje zo gelijk, niet helemaal. Maar dit is een divergence. En die kan je ook op de MACD hebben, maar in dit geval is die er niet. En vaak is een divergence geen goed teken. Dus het kan betekenen dat op korte termijn dat de koers toch weer ietsje gaat dalen. Dan kan het weer allemaal gaan stijgen. Super interessant. Nou, laten we eens kijken naar een stukje fundamentals. Nou, de total expense ratio van 0,5% valt op zich nog wel mee. Maar de total net assets is 80 miljoen, dus lage liquiditeit. Voor kleine beleggers zal het niet zo'n issue zijn, maar voor grote beleggers misschien wel. Houd er dus goed rekening mee, hè, dat als er een crash komt in crypto's is dat gelijk keihard. Min 10% op een dag is er niks. Ja, als heel veel mensen deze ETF willen verkopen, all at once, ja, dan kan het wel eens een tijdje duren voordat je toch je geld terug kan krijgen. En ik denk nou eventjes worst case. Nou, die fundamentals, die average market cap is 6,7 miljard. Dat is niet heel hoog als je op zoek bent naar wat volatiliteit, maar als je op zoek bent naar volatiliteit zou je deze ETF sowieso moeten vermijden. Die price earnings is echt opvallend laag, 4,6. En ik snap niet waarom. Ik heb net een aantal aandelen bekeken, die hebben gewoon een hele hoge waardering. Slaat helemaal nergens op, dus hoe kan die price earnings nou 4,6 zijn? Misschien heb jij, weet je het, laat het dan even weten. Die price to book ratio is hier 2,2, maar ja, die vertrouw ik niet meer als hier de PE ook mogelijk niet klopt. Stukje over de fact sheet. Je kan zien dat het aandeel holdings is super laag, maar 22. Ja, er zijn ook niet heel veel bedrijven die zich bezighouden met digital transformation, bla bla. Sowieso fancy namen, hot stocks zoals het noemen. Als je value belegger bent moet je er allemaal van wegblijven, maar dat weet je zelf waarschijnlijk ook wel. Ja, je kan zien top 10 holdings, 60% is geïnvesteerd in top 10 holdings en een grote portie daarvan in Block, voormalig bekend als Square, Coinbase, Marathon Digital Holdings, MicroStrategy, allemaal typisch van die bedrijven die zich met crypto bezighouden. Kijken we naar de momentum, die is heel sterk. En op basis van factoranalyse, wel ik moet zeggen de kwantanalyse, krijgt deze ETF een strong buy. Ik heb eerder ETF's gekocht op basis van strong buy. Een uranium ETF op strong buy en de semiconductor ETF op strong buy. Die semiconductor heb ik nog steeds. Die uranium ETF die liet ik zien in een andere video over mijn ETF portfolio. Maar ik heb die verkocht. Hij stond binnen een paar maanden op plus 45%. Hartstikke goed. Toen kwam er opeens een flinke dip. En ik had zoiets van, nou, ik sta plus 25%. Ik ben... wel een lange termijn belegger, maar uranium, je weet het nooit helemaal zeker. En op basis van technische analyse leek het toch wel te zijn een goed verkoopmoment te zijn. Dus ik heb gewoon mijn winst gepakt op 25%. En dat is een beetje swing trading, vind ik toch wel leuk om daarmee te oefenen, een beetje te spelen, zolang ik maar gewoon winst maak. Maar wat ik wil zeggen is dat die momentum hier is belangrijk, want daardoor krijgt een ETF een strong buy. En dit is helemaal gericht, deze screening, op basis van meer korte termijn. Dus momentum is een hele belangrijke rating in dit algoritme. Ja, je kan zien dat de 1-year total return is 100%. 6 maanden total return bijna 50%. Dus natuurlijk scoort hij high op momentum. Nou, de expense ratio hebben we al gezien, 0,5%. En dat is eigenlijk gewoon een beetje neutraal. Tot slot, risico is natuurlijk super hoog. Ja, een standaarddeviatie van 74 is ongekend. Iedere beginnende ETF-belegger moet dit gewoon vermijden. Want voor je het weet kan je met min 50% in de min staan. Daar kan je sowieso niet mee omgaan als je nog geen ervaring hebt. Dus verkoop je, terwijl je eigenlijk moet bijkopen op dat soort momenten als je voor de lange termijn kiest. Maar ik kan je verzekeren, 9 van 10 beleggers die kan dit niet aan. Gaat verkopen, ja, en dan verlies je je geld. En dat is niet nodig. Je kan ook gewoon makkelijk beleggen, heel simpel beleggen, veel spreiding, passief beleggen en een mooi rendementje halen van zo'n 7-8% per jaar. Het is allemaal niet zo moeilijk, maar je kan het wel moeilijk maken. Short interest rate is maar 3%, dat valt dan wel weer mee. Maar ja, turnover is erg hoog, we zien het al, number of assets. Dus deze ETF is, kan wel zeggen, super risicovol. Heel interessant voor ervaren beleggers, interessant voor momentum beleggers, voor swing trading, maar niet interessant voor de beginnende belegger.